صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم. If Islamic brothers, alhamdulillah azza wa jal, zijn we aangekomen in de heilige maand van Shaban al-Mu'azzam en de heilige nacht van Bara'at, Laylatul Bara'a, zal heel snel tussen ons aanwezig zijn. Dus laten we daarover in het kort iets horen. Het is overgeleverd door de moeder der gelovigen, Sayyidatun Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha, dat ik hoorde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zeggen dat Allah opent de deuren van barmhartigheid vooral in vier nachten. Nummer 1, de nacht van Eid al-Adha. Nummer 2, de nacht van Eid al-Fitr. En nummer 3, de 15e nacht van Shaban. Omdat in deze nacht de namen van hen die voorbestemd zijn heen te gaan en voorziening van levensonderhoud van mensen en de namen van hen die de hajj zullen verrichten in dat jaar worden opgeschreven. En de 4e is de nacht van Arafah. Het wordt vermeld in Ghunyatul Talibin dat de doodskleden van vele mensen zijn gewassen en voorbereid, maar die mensen zijn nog druk bezig met rondzwerven in winkelcentra's. Er zijn vele mensen wiens graven gereed zijn, maar ze zijn bezig met lol hebben in deze wereld. Er zijn een aantal mensen wiens einde heel dichtbij is, maar ze zijn druk bezig met lachen. De verbouwing van vele huizen is bijna compleet, maar zo ook is het leven van de eigenaren van die huizen ook bijna compleet. Daarom heeft een dichter in het Urdu geschreven: Agah apni maut se koi bashar nahi. Agah apni maut se koi bashar nahi. Saman so baras ka hai pal ki khabar nahi. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad. De profeet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam heeft gezegd dat Jibreel alayhi salam kwam naar mij toe en zei dat dit is de 15e nacht van Shaban. Allah azza wa jal bevrijdt deze nacht net zoveel mensen uit de hel als het aantal haren op de geiten van de stam Qalb. Sayyidina Qasir bin Murrah radiyallahu ta'ala anhu levert over dat de profeet van Rahma, de voorspreker van de umma, de bezitter van Jannah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam zei dat op de 15e Shaban vergeeft Allah subhanahu wa ta'ala iedereen op aarde behalve degene die deelgenoten aan Allah subhanahu wa ta'ala toeschrijft of degene die kwaadaardigheid in zijn hart draagt. Lieve staan broeders, iets wat we nog kunnen doen is tawbah doen voor onze zondes in het hoofd van Allah subhanahu wa ta'ala en goede voornemens maken voor onze aankomende dagen die we nog hebben. Want de geliefde profeet sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd dat degene die een oprechte berouw om een zonde toont is net alsof hij die zonde niet heeft begaan. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons tofiek geven om veelvuldig goede daden te verrichten, afstand te nemen van de zondes. Daarvoor alhamdulillah is de Madinah omgeving een hele goede middel. Blijf verbonden met de Madinah omgeving van Dawat Islami. Blijf de wekelijkse sunnah inspirerende bijeenkomsten bijwonen in je stad. Inshallah zult u veel barakat krijgen. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala.